Over de jaarrekening is al veel gezegd en veel van gedacht gewisseld. Dat was tijdens de meningsvormende vergadering en veel van mijn collega's hebben hier al het een en ander benoemd. En er zal dadelijk ook nog wel het een en ander onder het voetlicht gebracht worden. Kijk nu ook over meneer Reker even aan. De Partij van de Arbeid gaat in deze bijgedragen dagen ook niet meer te lang stilstaan bij het terugkijken naar 2017. Hoe belangrijk dat soms ook kan zijn om van te leren. Van de wethouder hebben we inmiddels de toezegging gekregen dat direct na de zomer en in nauw overleg met de accountscommissie we gaan werken aan een proces om de jaarrekening verder, en ik zeg met nadruk verder, te verbeteren op basis van het recente rekenkamerrapport en de aanbevelingen van onze accountant Ernst & Young. We zullen hier als Partij van de Arbeid actief en positief kritisch een bijdrage aan blijven leveren. Voor deze bijdrage zal de Partij van de Arbeid, en dat hebben we ook in de meningsvormende vergadering gedaan, zich focussen op twee moties die richting begroting 2019, ze vinden hun oorsprong in de jaarrekening, maar richting begroting 2019, een bijdrage kunnen leveren aan een gezondere en compactere organisatie. Een organisatie die klaar is om vorm te geven aan de forse opdracht die voor ons ligt, namelijk uitvoering van ons coalitieakkoord, evenwicht en energie, en als onderdeel daarvan de financiën op orde. Hiervoor hebben we een gedreven en gemotiveerde gemeentelijke organisatie nodig. Een organisatie die de ernst van de situatie voor de volle 100% onderkent en die laat blijken de problemen aan te willen pakken. De Partij van de Arbeid ziet echter een organisatie met veel onrust op dit moment. Veel inhuurderden, veel wisselingen in de organisatie en al jaren een te hoog ziekteverzuim. Al 6 jaar, ja ik weet het, ik blijf daarop hameren en het is misschien saai, maar al 6 jaar vragen we aandacht voor die onrust in de organisatie. En vragen we ook om een aanpak om te komen tot een gezondere organisatie. En helaas, ook al 6 jaar, wordt er te weinig resultaat geboekt. Immers, ons ziekteverzuim schommelt al jaren rond de 5,5%. En dat is niet alleen fors hoger dan in het bedrijfsleven, maar ook hoger in vergelijking met vergelijkbare 100.000-plus gemeenten. Meneer Van Dorst. Voorzitter, dank u wel. Wat mij triggert is dat u met name iets wilt doen aan de onrust in de organisatie. En wat u vraagt is, zet een plafond op het aantal FTE's. Dus laat er alsjeblieft geen, niet nog iemand bijkomen die iets zinnigs zou kunnen betekenen in de organisatie. Denkt u niet dat dat enorme spanning oplevert? Denkt u niet dat dat juist voor onrust kan zorgen? U loopt een beetje vooruit qua motie, want dit is een motie over het ziekenverzuim en die andere die komt zo direct nog, maar ik kan er wel kort op antwoorden. Een plafond wil niet zeggen dat je een organisatie niet kunt vernieuwen. Nadrukkelijk hebben we het ook geen personeelstop genoemd. Maar als u het goed vindt, kom ik daar dadelijk even op terug nog verder. En dan kan ik ook eventueel nog terugkomen op uw vraag als ik die motie behandeld heb. Dan doen we dat zo. Oké. Okay. Ja, meneer Janssen, VVD. Ja, dankjewel voorzitter. Ik heb wel een vraag over het ziekteverzuim. Want u zegt zelf van, hey, ik ben hier al 6 jaar mee bezig, maar het lukt nog niet echt. Waarom zou het nu dit keer wel lukken met deze motie? Moeten we hem dan niet net iets anders insteken? Want dat er actie nodig is, denk ik dat dat wel duidelijk is. Maar als we hem zo sterk vastzetten op die 4,5%, halen we hem dan wel? Want de afgelopen 6 jaar was niet echt daar een garantie voor. Dank u wel voor de vraag, maar ik kan dan wel even aangeven, ik ben een optimist en daarom ga ik er ook mee door om te strijden voor een lager ziekteverzuim, omdat deze organisatie dat ook verdient. En op mijn volgende pagina begin ik, voorzitter, een nieuw college, nieuwe kansen, dus vandaar. En wat ik al zeg, aan de toezeggingen heeft het niet gelegen in het verleden. En ik twijfel ook niet aan de goede wil van iedereen in deze organisatie, maar we moeten het daar echt op doorpakken en dan onder het motto, nieuw college, nieuwe kansen. Laten we nu echt werk van proberen te maken en niet alleen toezeggingen doen aan elkaar. En dan zou inderdaad 2019 4,5% misschien wel te ambitieus kunnen zijn. Maar ja, goed, de VVD is een ambitieuze partij, de VVD-wethouder gaat erover, dus laten we daar maar vooralsnog op inzetten. College, maak er nu echt een topprioriteit van, waar u zich ook aan commit. En echt werk maakt van verandering. We kunnen toch niet blijven accepteren dat in deze organisatie 1 op de 3 collega's ambtenaren verzuimt in verband met werkgerelateerde psychische klachten. 1 op de 3. Dat kunnen we niet accepteren, dat is bijna onmenselijk. Daar moeten we echt iets aan gaan doen. Voorzitter, daarom roept de Partij van Arbeid in deze motie op om eerder gedane toezegging om het ziekteverzuim terug te brengen naar 4,5% te herbevestigen en dit te realiseren voor eind 2019. Die 4,5%, voorzitter, komt niet uit de lucht vallen. Dat zijn de bovenste 25% van de 100.000-plus gemeenten en is ook in het vorige college en het college daarvoor ook benoemd als eigen taakstelling. We moeten dus werk maken van een nieuwe en andere aanpak van het verzuim en deze aanpak ook graag met de Raad delen op voorhand. En tot slot de Raad dan ook graag, en dat kan heel eenvoudig, op kwartaalbasis met een percentage over de voortgang informeren. Deze motie wordt samen met GroenLinks en DENK ingediend.
Voorzitter, de tweede motie focust op enerzijds rust en stabiliteit en anderzijds grip op de kosten. We zien in de jaarrekening dat de organisatie in 2017 gegroeid is, meer medewerkers en hogere kosten. Volgens de Partij van de Arbeid kan dat niet de bedoeling zijn. We hebben de afgelopen jaren hard geknokt om de organisatie leaner te maken. En omdat we ervan overtuigd waren dat het niet in het aantal medewerkers zit, maar in de kwaliteit van deze medewerkers. Dat heeft veel effort gekost, veel onrust gekost en ook veel geld gekost, frictiekosten. En gaan we nu weer de teugels vieren? Ik hoop het niet. De Partij van de Arbeid denkt ook niet dat het slim is. Enerzijds vanuit kostenperspectief en anderzijds, en dat is misschien ook een antwoord aan D66, omdat een grotere organisatie niet per se beter is uitgerust om haar taken uit te voeren. Kwaliteit moet immers altijd prevaleren boven kwantiteit. Meneer Van Dorst. Wat mij met name om gaat, is dat u heel specifiek een getal gaat noemen. En ik denk dat niemand erop zit te wachten op een ongebreidelde groei van welke organisatie dan ook, zonder dat dat kwaliteit of productie met zich meebrengt. Maar doordat u zegt, dit is exact het getal waar ik u aan ga houden, is dat niet een vreemd uitgangspunt? Nou, als ik aan de andere kant van de tafel zou zitten, zou ik het graag heel concreet hebben. Want we zullen niemand op voorhand, als die serieus aan die ambities werkt, afstraffen als het op één FTE niet lukt. En u moet niet vergeten, die 1818 mensen, dat wil niet zeggen dat er geen veranderingen in de organisatie kunnen plaatsvinden. Want er gaan per jaar ongeveer 130 mensen verlaten deze organisatie. En ik denk dat het college dan een afweging zal moeten maken van hoe gaan wij die 130 mensen invullen? Waar hebben wij ze het hardste nodig? Waar kunnen we ze het best gebruiken? Maar nu maar te zeggen, we hebben een uitdaging, we komen ergens geld tekort en we hebben wat problemen in het sociaal domein en we gaan er mensen bij plaatsen. Mensen erbij plaatsen is nooit een oplossing geweest. Rialsen? Mensen erbij plaatsen is niet nooit een oplossing geweest. Er zijn wel degelijk uitdagingen waar mensen bij plaatsen gewoon een hele fatsoenlijke oplossing kan zijn. Ik ben het ook met u eens dat je naar kwaliteit moet kijken. Maar u gaat uit van een heel specifiek getal en dat verbaast mij. Ja, ik hou het graag specifiek, want anders wordt het vaag. En dan denk ik niet dat iemand daarbij gebaat is. En zeker dit college niet. Die willen denk ik graag specifiek op weg gestuurd worden met ambities. Ik ben benieuwd naar de reactie van het college in deze. Ja, meneer Janssen. Dankjewel, voorzitter. Ik ben blij dat de heer Rijmaerts aangeeft dat hij heel specifiek het neer wil zetten. Daar zijn we ook mee eens. Alleen u geeft nu twee plafonds eigenlijk aan. Eentje over het bedrag en eentje over het aantal FTE's. En ik kan me voorstellen als er iemand weggaat bij de organisatie, misschien wat ouder iemand, met een wat hoger salaris, dat je daar twee goede kwalitatieve, wat jongere mensen voor aan kan nemen. Of dat er twee weggaan en drie terugkomen, u snapt wat ik bedoel. Dus als u ook nog gaat sturen op het aantal FTE's, denk ik dat u, ben ik met de heer Van Dorst eens, dat je echt die organisatie al op slot zet. En ik, dat zou ik zonde vinden. Dus als u zegt, die 140 miljoen en met indexaties daarbij, dat is leidend, dan kunnen we u vinden. Maar als u zegt, hey, ik wil per se op die 1818 FTE's sturen, ja, dan denken we, dan gaan we de organisatie op slot zetten. Daar kunnen we niet in meegaan. Ik vind het echt waardevolle opmerkingen die u geeft. Misschien heeft u daar wel een punt. Het is natuurlijk niet zo dat als je één oudere en daar weer twee jongeren of omgekeerd, want er is altijd in die 130 mensen een balans. Dus ik denk dat zich aan het einde van de periode wel kan uitbalanceren. Ik dien deze motie overigens niet alleen in. Maar uw suggestie om misschien niet alleen te sturen op die 1818 FTE's en wel te sturen op geld, hoor ik ook graag misschien de reactie van de wethouder. Als er maar iets is waar we op aan het einde van het jaar kunnen terugkijken en zeggen van dat is goed gegaan of dat is niet goed gegaan. Dus hij ligt er nog zoals die ligt, de motie. Maar ik neem de opmerking van meneer Van Dorst en van u zeker mee. En misschien dat we daar later nog op kunnen terugkomen dan. Ja, graag. Want ik zou het zonde vinden als zo'n concrete motie uiteindelijk verloren gaat omdat die te specifiek en te streng. Mevrouw Visser. Ja, voorzitter. Mijn vraag sluit wel aan bij de vorige twee sprekers. In het debat over beheersing tweede lijn zorg, daar kwam naar voren van, we gaan niet op de stoel van het college zitten en niet te vaak rapporteren, want daarmee belast je de organisatie nog weer veel sterker. En nu stelt de Partij van de Arbeid eigenlijk voor om in onze ogen toch op de stoel van het college te gaan zitten, door zo gedetailleerd voor te schrijven hoe dat personeelsbeleid precies moet zijn. En anderzijds ook om ieder kwartaal een rapportage te verlangen in de gemeenteraad. Voorzitter, denkt de heer Rijmaerts niet dat hij op deze manier uitdrukt dat hij het college eigenlijk de taak niet goed toevertrouwt?
U maakt echt nu op dit moment een verkeerde suggestie. Als ik stuur op 1818 FTE's en de suggestie meeneem van D66 in de VVD en op 140 miljoen, als u dat op de stoel van het college gaan zitten vindt, ja, dan vraag ik me af waar ik dan nog op moet sturen. Alleen op het totale bedrag van de begroting en zeggen, nou, u mag 820 miljoen uitgeven en prettige wedstrijd. 140 miljoen personeelskosten, dat is waar ik op wil sturen. En die 1818 FTE's, daar wil ik best nog wel over nadenken om te zorgen dat we VVD en D66 aan boord krijgen. Ik vind dat sturen op hoofdlijnen. Dat ten eerste. En u had nog een tweede opmerking en die ben ik weer vergeten. Nou, of u door deze motie... Oh ja, de rapportage. Ja, weet u, ik, ja? Dat is ook dat is een en hele of mooie. U door deze motie niet de indruk wekt dat u het college het niet toevertrouwt? Nee, want u had het over rapportage. Als ik één keer in het kwartaal vraag om één percentage, want dat is wat ik vraag, hè, hoe hoog is het ziekteverzuim? Die wordt maandelijks wordt die uitgedraaid op niveau van afdeling. Ik vraag één keer per kwartaal een rapportage bij de TURAP en daar staat dan 4,5 of 4,6%. En als dat aanleiding geeft, zullen we de diepte induiken samen met het college. Maar dat is wat ik vraag. Dus ik stuur op 140 miljoen en 1818 FTE's. En ik vraag één keer een percentage per kwartaal. Ik vind dat op hoofdlijnen. En ik ga dan zeker niet op de stoel van het college zitten. En het is echt, ik vind het echt een verkeerde suggestie om nu aan mij te vragen of ik dit college niet vertrouw. Nee. Voorzitter, ik vergeleek het even met het voorstel net van de ChristenUnie. Die vroegen om sociale basisinitiatieven één keer per half jaar te rapporteren. En dat moest uiteindelijk één keer per jaar worden, omdat het anders te vaak wordt. Dat kun je ook gewoon op een lijstje bijhouden. Maar voorzitter, ik laat het hierbij. Maar mevrouw Visser, met alle respect, ik heb daar niet op gereageerd op de ChristenUnie. Dus u kunt mij niet iets in de schoenen schuiven. Want ik heb daar niet op gereageerd. Ik moet ook zeggen dat ik dat ook niet zou doen. Maar ik vind dit echt op hoofdlijnen. En als u het anders wil, dan hoor ik het daar graag van u. En ik neem zeker de suggestie van die 1818 nog vervolgt even mee. Vervolgt u uw betoog? Ja, het is nog maar een klein stukje, voorzitter. Daarom. Ik wilde de motie nog toelichten. We hebben het uitgebreid gehad over 1818 medewerkers, FTE's. We hebben het gehad over het bedrag waar we het over willen hebben. En wat ik wel wil meegeven nog, is dat er natuurlijk ruimte is aan het college om te groeien in FTE's als dat een aantoonbare bezuiniging oplevert op inhuur derde. En dan niet alleen de bezuiniging in geld, maar ook een betere kwaliteit zou kunnen opleveren. Voorzitter, de Partij van de Arbeid staat lang stil bij onze organisatie. Je hoeft immers geen organisatiedeskundige te zijn om te kunnen vaststellen dat er sprake is van een onrustige organisatie. Het mag duidelijk zijn dat het voor individuele werknemers in zo'n soort organisatie best wel lastig kan zijn soms om gemotiveerd en in controle te komen en blijven. En als college kun je van alles willen en veel ambitie tonen. Maar daar heb je dan wel een super gemotiveerd en betrokken team van mensen voor nodig die de plannen ten uitvoer brengen. En in de kern is die organisatie er. Alleen, we zijn heel benieuwd hoe deze raad, wij dus, en het college onze twee moties met betrekking tot deze organisatie gaan oppakken om het nog sterker en beter te maken. Immers, de inwoners van onze stad verdienen naast mooie plannen ook dat het goed uitgevoerd wordt. Dank u wel. Zeer bedankt, meneer Rijmaker. Zijn er vragen? Meneer Jager. Dank u wel, voorzitter. Ik geef terug naar het begin van het betoog van meneer Rijmakers. Ik meen dat je zei van een derde van het ziekteverzuim was werkgerelateerd psychisch. Klopt dat? Ja, een derde. Dat is overigens een beeld wat landelijk bij andere gemeenten ook wel terugkomt. Daar zijn we als Eindhovense organisatie niet uniek in. Maar in Eindhoven is een derde van de werknemers die ziek is. Dat is werkgerealiseerde psychische problemen. Ja. Duidt dat wat u betreft ook, dat is namelijk mijn mening, op een, en ik ga het echt zwaar aanzetten hoor, op een verziekte cultuur, of op een angstcultuur, ik ga die woorden gewoon gebruiken. Ja, ik ben meestal niet van de terughoudendheid in als ik iets zeg. Daarom durf ik het ook gewoon aan te vragen. Alleen, ik vind dit heel lastig omdat ik zelf niet in die organisatie zit. Ik ben beschouwer aan de buitenkant. Dus dat maakt het heel lastig om te zeggen. En ik wil er nog wel één ding bij zeggen. Dit is niet iets van de laatste tijd. Want ook in 2009, toen hadden we bijvoorbeeld 2100 FTE's. En toen hadden we een ziektebezuin van 5,8%. Dus het ligt niet aan het aantal mensen. Er is natuurlijk veel gebeurd in de organisatie de afgelopen tijd. Dat creëert altijd onrust. Daarom zeg ik nu jongens stabiliseren en rust creëren. Verziekt en angst. Ja, ik zou het niet durven zeggen. Ik durf wel te zeggen dat de druk er goed op zit. Maar is de ambtenaar van de gemeente Eindhoven dan niet meer gebaat bij een werkomgeving waar hij met plezier naartoe gaat en waar hij
vertrouwen heeft in de organisatie en waar die gekend en gehoord en gezien wordt en waar die met zijn problemen bij zijn leidinggevende terecht kan. Kortom, zo er al een angstcultuur is, moeten we dan daar niet gruwelijk hard op inzetten? Ja, ik heb altijd ook gezegd dat voor mij ziekteverzuim is alleen maar een thermometer voor de cultuur van de organisatie. En daar zul je aan moeten werken, want ik heb ook nog stukken van 2008 en 2009. Daar staat bijvoorbeeld in, ik ga niet citeren, maar hoe er gehandhaafd wordt als iemand ziek is. Daar zijn regeltjes en er wordt gekeken of iemand terecht of onterecht ziek is. Ik zou het anders willen stellen. Ik zou zeggen, motiveer als collega en als manager je collega om zo snel mogelijk weer op de werkvloer te zijn en een bijdrage te leveren. En dat vraagt een andere stijl van leiding geven. En daarom heb ik ook gezegd, zonder iets af te willen doen aan het verleden, want ik ben een beschouwer aan de buitenkant, dat vraagt een andere stijl van leidinggeven en dat resulteert in een andere cultuur. En dat betekent op een goed moment dat de ziekteverzuim substantieel zal kunnen dalen. Ja, oké, ik laat het hierbij. Dank u wel. Andere vragen nog? Meneer Rennenberg. Ja, even naar meneer Heijmakers toe. Een paar jaar geleden hebben wij hier gesproken met de ondernemersraad, 2 of 3 jaar geleden. En we hebben ook de kranten gelezen en hebben ook gezien uitspraak van de rechter. Toen was er sprake van een angstcultuur. Maar ik begrijp nu in ieder geval dat het al een gedeelte verdwenen is. Maar er is hier degelijk angstcultuur geweest bij de mensen. Die hadden gewoon schrik om met de hoor van dienst hun problemen aan te kaarten. Dat heeft de ondernemersraad hier verteld. Ja, goed 3 jaar geleden. Ja, dat is van uw mededeling. Ik heb net uitgebreid toegelicht hoe ik erin sta. En ik benader het heel positief. Ik zie ook een nieuwe club mensen. Er is ruimte om want we hebben heel veel goede mensen die van goede wil zijn. Maar er moet wel iets gebeuren. Maar ik stel voor dat daar het college zo dadelijk even op reageert. Andere vragen nog aan meneer Rijmakers? Niet het geval. Dan dank ik meneer Rijmakers voor zijn bijdrage. En dan kom ik bij de heer. Dank u wel. Het is de motie van de Partij van de Arbeid. Wij wachten niet tot we uitgenodigd worden om kaders te stellen. Wij geven die graag aan de voorkant mee. Dit is zo'n kader. Ik begrijp uw terughoudendheid. Maar toch vindt de Partij van de Arbeid dat we hier iets voor moeten afspreken. Dit is niet iets wat uit de lucht is komen vallen. U noemt het zelf al, dat beste kwartiel, die 4,5%, die bestaat al langer. Ten aanzien van antwoord ook op de SP. Wij hoeven maar 1 cijfer te hebben ieder kwartaal en dat is gewoon het totaal ziekteverzuim. En daar kunnen we later op inzoomen als we dat willen. Maar zou u bereid zijn om, als de Partij van de Arbeid samen met GroenLinks nu zegt van, wij willen wel een hard kader stellen, maar dat een jaar later neerleggen, dat bereikpunt van dat beste kwartiel, die 4,5% eind 2020. En u vragen om tussentijds wat tussendoelen te definiëren. Dus 1/10% eraf, nog 1/10% eraf. En dat we gaandeweg daar naartoe optrekken. Want het is wel echt een belangrijk punt dat het ziekteverzuim naar beneden gaat. Want dan passen wij de motie heel graag aan. Of als u zegt dat omarm ik, dan hoef ik hem niet aan te passen. Dan wordt hij gewoon zo. Dan vertrouwen we erop dat dat goed gaat komen. Nou, wat ik u net zei, voorzitter, is 2019 is voor echt. Ik wil beloftes doen. Wij willen beloftes doen die we ook kunnen waarmaken. En een beweging omarmen helemaal. 2020 is echt voor ons zeg maar een minimale datum waar we kunnen zeggen dat heeft het ook beweging gehad. Immers. Dus geef ons alsjeblieft die bewegingsruimte. Als u op een motie oproept en zegt van ik wil tussentijds monitoren daarnaast, hè, dus de informatie krijgt van mij, vind ik dat prima. Maar u kunt mij even op heel veel toezeggingen kunt u me afrekenen, maar ik durf hier geen toezegging op te doen dat die 4,7 gehaald gaat worden in 2020. En als u dat in een motie vraagt, weet u, dan wil ik daar ook nakomen. Voorzitter, dat begrijp ik, maar niet elke harde doelstelling die we als raad formuleren kunt u van tevoren nakomen. Dat is het mooie van uw vak, daar zitten onzekerheden in. U hoeft niet bang te zijn dat wij, als er een beetje naastgeschoten wordt, misschien gaat het wel beter, dat we dan meteen keiharde maatregelen nemen. Maar we willen wel een doel stellen. En we willen ook een beweging zien. En met name als we dat nu zouden kunnen afspreken, dat we een doel stellen eind 2020 wel dat beste kwartiel, en dat kan dan ook nog bewegen. En dat u daar vast een route naartoe uitstippelt, zodat we het kunnen monitoren met elkaar. En dat u gewoon de rapportage simpel houdt, gewoon 1 keer per kwartaal of bij de TURAP een rapportage in de vorm van 1 keer het ziekteverzuim in totaal. Laten we dat gewoon met elkaar zo doen. Ik omarm met 2020 in de rapportage krijgt u. Ja. Maar ik even nog even naar mijn collega van GroenLinks, want we hebben hem samen. Die knikt ja. Dank u wel. Dan is dat in ieder geval helder. Ja, mooi.